Goedendag, welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen het zien op de satellietfoto, het is bewolkt en op de meeste plaatsen is het daarbij wel droog. Daar komt wel verandering in. Laat vanochtend en vanmiddag gaat een intensieve buienlijn over het land trekken. Op dit moment is het ook nog erg onstuimig. Een krachtige tot aan zee stormachtige Zuidwestenwind waait er, en die wind kan op de wadden zelfs even stormkracht halen, windkracht 9 rond het middaguur. Na het passeren van de buienlijn draait de wind naar het westen tot noordwesten en gaat weer wat afnemen. De temperatuur zakt dan ook van 11 naar 7 graden en vanavond koelt het nog wat verder af naar een graad of 5. En verder wordt het dan geleidelijk aan weer op de meeste plaatsen droog. Dan morgen soms wat zon, maar ook een aantal buien die over het land trekken en die kunnen gepaard gaan met natte sneeuw. Verder wordt het maximaal 5 tot 7 graden, maar tijdens een bui is het vaak een stuk kouder en nog steeds waait er ook nog wel een stevige wind. Maandag, dinsdag en woensdag blijft het wisselvallig. Vooral maandag en dinsdag is het bewolkt en behoorlijk regenachtig. En ook opnieuw wel vrij zacht, met een middagtemperatuur rond 9 graden. Woensdag iets kouder, graad of 6, en ook weer wat ruimte voor de zon. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.